Voor de energietransitie is de arbeidsmarkt op dit moment eigenlijk de grootste bedreiging. En dat heeft alles te maken met het grote tekorten, die ook een langdurig karakter kennen. Tegelijkertijd zit daar ook een kans in voor de toekomst, namelijk om die arbeidsmarkt ook echt te willen flexibiliseren. En dat betekent dus dat bedrijven ook hun organisatie steeds flexibeler zullen gaan organiseren, zodat er meer plek komt voor heel verschillende soorten talenten die echt hard nodig zijn om die energietransitie te maken. Ja, mijn naam is Marcia Wagner. Ik ben verantwoordelijk voor de Human Capital Agenda van de topsector energie en van Groen Vermogen NL. Ten gevolge van de investeringen in de energietransitie hebben we natuurlijk te maken met het groeiende aantal banen wat daarvoor nodig is om in te vullen. En PBL heeft in 2020 ook uitgezocht dat we ongeveer een bandbreedte hebben van 117.000 versus 157.000. Maar heel precies zullen we het nooit weten. Dus is het heel erg belangrijk om vooral te kijken van hoe zorgen wij naar de toekomst toe dat wij ons zo verder ontwikkelen dat we al die banen ook daadwerkelijk ingevuld gaan krijgen. En daar ligt volgens mij de belangrijkste opgave om kortcyclisch, flexibel mensen te helpen leven lang ontwikkelen, maar ook als het gaat om baan naar baan, maar ook als het gaat om het opleiden van studenten, dat die echt de ontwikkelingen volgen in het leren en dus ook in hun werk. Nou, de focus van de Human Capital Agenda ligt de komende jaren nog steeds op flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat blijven we een belangrijk thema vinden. Maar daarnaast hebben we die focus ook echt verbreed naar arbeidsbesparende innovaties. Juist omdat dit arbeidsmarkttekort ook zo langdurig is, zul je toch ook moeten kijken of je hetzelfde kunt doen met minder mensen. En op beide thema's zie je dat er eigenlijk al heel veel initiatieven zijn. Dus wij richten ons ook op een samenhangende aanpak om die versnippering ook te helpen terugdringen. Zodat we samen met allerlei partijen en programma's ook daadwerkelijk gezamenlijk die impact kunnen maken die we nodig hebben in Nederland om die energietransitie ook echt te kunnen maken. En dat de arbeidsmarkt daarin geen dealbreaker wordt. Nou, de impact die wij willen maken is om samen met partners echt te kijken wat zijn de knelpunten op de arbeidsmarkt. En welke vragen om een oplossing en dit ook te agenderen bij arbeidsmarktpartijen, maar ook zeker bij de politiek. Om vervolgens samen ook oplossingen te implementeren op de arbeidsmarkt, zodat die arbeidsmarkt ook echt gaat werken voor de energietransitie.